Ik begin graag met een gedicht van mijn onderwerp. De Vlaamse priesterschrijver Emile Fleerakkes, S.J. Het gedicht heet Zusterker Begijn, een kort stukje. Een laag gezeten huizeke, getekend met een kruiseke, in het godgewijde huizeke van Zusterker Begijn. Het kon groter zijn, het kon lustiger, maar heiliger of rustiger, maar liever kon het niet zijn. En treedt gij over het drempeltje, in het hagelwitte tempeltje, van het godgewijd exempeltje, dan ziet gij aan het gordijn, in het poeder ziftend zonneke, het vlug en vlijtig nonneke, oudzusterke Begijn. Dit was het begin van het gedicht over een nonnetje, over een begijntje, van Emile Fleerakkes. Ik zal u de overige strofen besparen, want het is nog veel langer. Het verscheen voor het eerst in 1908 in het katholieke Vlaamse tijdschrift Dietse Waron den Belfort. Dat bestaat nog steeds tot op de dag van vandaag. Dit gedicht is met Annemarie Vertelde, dit gedicht is met al het andere werk van Emile Fleerakkes per eergisteren 1 januari auteursrechten vrij geworden. En een aantal van zijn werken is nu ook opgenomen in de DBNL, de Digitale Bibliotheek van de Nederlandse Letteren. Ja, u was zojuist trouwens getuige van een historisch moment. Want ik vermoed dat deze beperkte voordracht van dit gedicht de allereerste keer is dat ooit een Noord-Nederlander publiekelijk een vers van Emile Fleerakkes heeft voorgedragen. Door Vlamingen zal dat wel veel vaker zijn gebeurd, maar de laatste circa 50 jaar vermoed ik ook niet veel meer. Anders dan bijvoorbeeld grote Vlaamse auteurs als Karel van de Hoestijnen, Paul van Ostaaien, Maurice Gilliams of Gerard Walschap, die ongeveer in dezelfde tijd leefden, is Emile Fleerakkes er eigenlijk nooit in geslaagd om de Belgisch-Nederlandse grens over te steken, om met uitgaven bij Nederlandse uitgevers ook Nederlandse lezers te bereiken. Dat ik hier als Noord-Nederlander over deze vrijwel vergeten auteur sta te spreken, is eigenlijk heel bijzonder. Het is waarschijnlijk de eerste en waarschijnlijk ook de laatste keer. Dat heeft ook wat meer prozaïsche reden. Ik had eigenlijk de hoogleraar Dirk de Geest van de Katholieke Universiteit Leuven gevraagd. Dat is echt een kenner van Fleerakkes, om hier over hem te spreken. Maar hij was verhinderd en ook andere Vlaamse specialisten voelden zich niet geroepen om de eer van Fleerakkes hier te komen verdedigen vandaag. Dus ik heb toen de organisatie maar aangeboden dat ik mij zou opofferen. Toen u met de kerstdagen boven het gourmetstel hing gebogen, heb ik mij verdiept in de werken van Emile Fleerakkes, S.J. Met werken als Brieven van Nonkel Pastoor en de opinies van Prokop Pleps. Het hoofdwerk van deze Emile Fleerakkes, priesterschrijver, verscheen in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog en behoort tot een tijdperk dat praktisch voorbij is, zowel in Vlaanderen als in Nederland, namelijk het tijdperk van de verzuiling. Fleerakkes behoorde als priester tot de representanten van die katholieke zuil en hij bleef er ook natuurlijk als man van de kerk ook strikt binnen. Het werk van Fleerakkes is in die zin het product van een gesloten wereldbeeld dat ook wat reactionaire trekjes krijgt als Fleerakkes zich gaat verzetten tegen de moderniteit van de 20e eeuw. Hij werd geboren in 1877 in Turnhout in de Belgische Kempen en overleed daar ook in 1948, daarom nu dus auteursrechtenvrij. Als priester hoorde hij bij de orde van de Sociëteit van Jezus, een Jezuïet dus, vandaar het S.J. achter zijn naam. Hij studeerde voor priester in Ierland, werd daar gewijd in 1913 en zou toen in 1914 terugreizen naar zijn Kempische heimaat in Vlaanderen. Maar door de Eerste Wereldoorlog, door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, moest hij in Amsterdam blijven. Hij is een jaar pastoor geweest in Amsterdam. Pas in 1915 kon hij terugkeren naar Vlaanderen en daar begon zijn eigenlijke echte carrière, namelijk als leraar aan katholieke colleges. Dat was zijn hoofdberoep. Zijn literaire werk was bijzaak, dat deed hij in de avonduren. Die literaire nevenloopbaan die begon dus voor de Eerste Wereldoorlog. Toen begon hij eigenlijk als dichter. Heel veel verzen heeft hij gepubliceerd, zoals dat gedicht over het nonnetje. Maar hij is eigenlijk beroemd geworden als stukjeschrijver, als prozaschrijver, misschien zouden we nu zeggen als columnist. Begin jaren 20 werd hij gevraagd door het katholieke tijdschrift De Bode van het Heilig Hart, met een gelijknamige uitgeverij in het Belgisch-Limburgse Alken, om proza-stukjes voor dat tijdschrift te gaan leveren. En dat was het begin van zijn grote populariteit. Bij die uitgeverij verschenen deze werken met grote regelmaat en in grote oplagen. U ziet hier twee titelpagina's. Links ziet hij een bundel, het is een pseudoniem van hem, Prokop Pleps. De opinies van Prokop Pleps, en u ziet er heel klein, kunt u misschien niet lezen, maar het is een herdruk en daar staat onder het kruis 7e tot en met 12e duizendtal.
En bij de druk van die vijfde druk van Kijkkast, ook een bundel verhaaltjes, daar staat vijfde druk 13e tot 17.000ste oplage. Soms bereikt hij oplagen van 20.000 exemplaren in de jaren 20 en 30. Dat zijn aantallen waarbij elke Nederlandse uitgever anno nu waarschijnlijk meteen de champagne zou ontkurken. Dat is 20.000 is fors. Maar de populariteit van Vleerakkers bleef wel beperkt tot Vlaanderen. En eigenlijk nog meer tot de Belgische Kempen, de streek in de provincie Antwerpen, Belgisch Limburg, net onder de grens met Noord-Brabant. Dat was zijn leefwereld, zijn omveld. En daar bevond zich ook zijn grootste doelgroep. De sterk verzeilde katholieke kleine Vlaamse luiden, zo zal ik het maar willen noemen. Wat waren dat nou voor verhalen die Vleerakkers schreef? De Vlaamse literatuurhistoricus Lido Simons noemde het werk van Vleerakkers, citaat, in de beste zin van het woord gebruiksliteratuur. Die functioneerde en haar doel bereikte binnen het katholieke bevolkingsdeel. En dan bij voorkeur nog bij mensen die enige affiniteit hadden met het milieu van de Jezuïeten. De beroemde Vlaamse schrijver Stefan Breys vergeleek de stukjes van Vleerakkers met die sneeuwbolletjes. Die je even op de kop moet houden. Een kitscherige voorstelling, je houdt op de kop en dan gaat het een sneeuwen. Op zo'n stalletje of een kerstboompje of zo. Ja, dat is dan niet heel strelend. Iets positiever was het commentaar van een katholieke criticus, Paul Hardy, die schreef bij het uitkomen van Vleerakkers postume verzamelde werken, die verschenen in de jaren 50, ook met herdrukken. Deze Hardy schreef dat Vleerakkers een uitzonderlijk scherp gevoel had voor die leuke vorm van albolligheid, welke ontstaat uit een soort kruising van koddigheid en vroomheid. Ja, dat is niet meteen een uitnodiging om naar de bibliotheek of de boekhandel te rennen, vrees ik. Koddig en vroom zijn die stukjes vaak zeker. Maar voor zover ik heb kunnen overzien, ik heb niet alles kunnen lezen. Het is ook een enorm oeuvre eigenlijk. Het is vaak ook verbluffend reactionair. Een van zijn beroemdere verhaaltjes is de vertelling De bekering van Jan Pruiselingen. Dat speelt op kerstavond 1777. In de tijd, zo schrijft Vleerakkers dan, dat Maria Theresa koningin was van ons land. Dus de Oostenrijkse Nederlanden. Vleerakkers laat de lezer dus terugverlangen naar de tijd van voor de Franse revolutie. Ja, dat is voor veel katholieken ook het begin van alle ellende geweest natuurlijk. In het verhaal is stroper Jan op de vlucht voor de veldwachter en op kerstavond 1777. En hij rent dan een kerk binnen en dan staat de kerststal al klaar, heel groot. En hij vermomt zich dan als koning Balthasar met de kleren van de pop die daar klaar staat. Ja, en u raadt al wat er dan gebeurt. Hij is gedwongen om zo verkleed de hele mis stil te blijven staan. En dan ondergaat stroper Jan ondergaat uiteraard een loutering. Ik lees een klein stukje voor. Het hart zonk hem doorheen de knieën. Op het bidbankske, vlak voor het stalleke, knielde rechts de schout, links de veldwachter. En tussen de twee in zat een oud versleten smoeltje dat naar de kribbe opkeek. En uit haar grote kapmantel keek naar hem, zijn moederke. Moederke Pruiselingen. Ja, Jan murmelde onwillekeurig een schietgebedje. Het eerste sinds lange maanden. Jaren misschien. Het zweet parelde op zijn voorhoofd en de vaas bibberde in zijn handen. Nou, Jan houdt het dan niet meer. Hij springt uit die stal. Hij springt zijn moeder in de armen. En uiteraard wordt hem onmiddellijk vergeven door de pastoor, de schout, de veldwachter en vooral zijn moederke. En dan besluit auteur Vleerakkers als volgt. En dit gebeurde in een andere eeuw. Toen alles nog zoveel anders was dan nu. Anders en beter. Ja, een draak van een verhaal, verschrikkelijk. Maar het vloog dus over de toonbank in 1932, toen het verscheen in een van deze bundels. Ter verdediging van Vleerakkers moet ik dan vertellen dat er ook wel werk is aan te treffen in die stukjes dat beter is, interessanter. Als hij minder moraliseert en meer beschrijft. Vooral over de Eerste Wereldoorlog, die hij dus zelf echt heeft meegemaakt. Mij trof bijvoorbeeld het verhaal Zeppelin. Ik heb een plaatje uit Wikipedia gepikt. Ja, publiek domein. Mij trof bijvoorbeeld het verhaal Zeppelin over de Duitse aanval op Antwerpen en de bombardementen door de Pruisische luchtschepen. Ook even een kort citaat. Een brede witachtige lichtgulp steekt strak en onophoudend door de lucht. Dat was de straalbundel van een schijnwerper, een projecteur die het dikke uitspansel afzocht.
Ze streek doorheen de lucht als de ongemeten zilveren staf van een ongeziene god, zegenend zijn volk. Nee, want opeens daar brak de slag los, met rinkelende ruiten, spetterend glas, brekend hout, stortend steen, een tweede slag, een derde, een vierde. Gegil van mensen scheurde door de nacht. Einde citaat. Ja, best een goed verhaal. Gruwelijk verhaal. Er komen kinderen om. Goed, ja, indrukwekkend verhaal. Je voelt de grote impact die de Eerste Wereldoorlog op deze jonge priester gehad moet hebben. En dan begrijp je ook een beetje beter dat terugverlangen naar het oude Habsburgse Rijk, toen je nog geen zeppelins had en tanks die dood en verderf zeiden. En her en der krijgt in dit soort verhalen krijgt Vleerakkers beeldspraak ook wat moderner, modernistische trekjes. Dat vind ik heel leuk. Hij beschrijft bijvoorbeeld een roddelaarster. Die beschrijft hij dan als een buurvrouw die de buurt afschuimt met oeboten van kwaadsprekerij. Ja, dat vind ik heel mooi gezegd. Ze heeft in meer van dat soort stijlvormen. Maar toch zijn dit volgens mij dus positieve uitzonderingen. En uiteindelijk moet bij Vleerakkers altijd die moraliserende toon en die sluitende boodschap erin voor de katholieke lezer. En dit soort literatuur lijkt het product van een zeer ver verleden. Maar zo lang geleden is het tijdperk van de verzuiling nou eigenlijk ook weer niet. Ik bevond bijvoorbeeld lovende woorden over Emiel Vleerakkers in dit katholieke recensietijdschrift, de Katholieke Boekengids. Dit tijdschrift is ook grotendeels beschikbaar nu in de DBNL. Waar het niet dat een aantal auteurs nog geen toestemming heeft gegeven om de artikelen online te tonen. Of omdat ze nog niet dood genoeg zijn om publiek domein te worden. Dus er zitten nog gaten in deze recensies. Maar het is een heel interessant recensietijdschrift. Ik denk dat als alle teksten van verzeilde publicisten publiek domein zijn, dat dan de verzuiling echt voorbij is. En dat duurt nogal eventjes, want dit is dus een nummer uit 1959. Dus toen lieten heel veel katholieke lezers, misschien gedwongen door pastoors of onderwijzers of bibliothecarissen, lieten zich voor hun lectuur nog leiden door dit soort recensietijdschriften. Met quoteringen. Als je het kunt lezen, Emiel Vleerakkers, alle boeken worden kort besproken en krijgen dan een code mee, met een Romeins cijfer en dan eventueel nog andere nuanceringen. Vleerakkers valt volledig in Romeins 5, dat wil zeggen lectuur voor allen. De spannendste boeken staan natuurlijk bovenaan. Verboden lectuur, bijvoorbeeld alles wat op de index staat. Streng verboden lectuur slechts bij uitzondering en met gegronde redenen door welgevormde lezers te worden gelezen. Katholieke bibliothecarissen bepaalden dit vaak. Vleerakkers. Dus ja, die andere nuanceringstekens zijn naar links. Kunt u niet zien, maar is ook heel interessant. Vind ik altijd heel boeiend. Er komt een Romeins cijfer en dan nog een toegespitste nuancering. Bijvoorbeeld K is communistisch. LP vrijzinnig protestant. En N, dat vind ik de leukste, hoofdletter N, storend neutraal. Ja, heel interessant. Vleerakkers 5, 1960 ongeveer, voor iedereen toegankelijk, prachtig. Volgens de katholieke keurmeesters viel er op Vleerakkers niets aan te merken. Maar volgens hedendaagse quoteringen zou hij waarschijnlijk heel anders scoren. Ik noemde al de reactionaire trekjes. Maar je kunt Vleerakkers ook zeker betrappen op klassiek antisemitisme. In één verhaal beschrijft hij, een verhaal uit de jaren 30, beschrijft hij hoe een kwakzalver zijn middeltjes op de markt aan de man probeert te brengen. En ik citeer nu een paar kwalificaties over dit personage. En ik stond er wel even van te kijken, moet ik zeggen. Ik citeer. Inderdaad, het was een Jood. En die leek op de Jood die als de beulsgast de ladder droeg in de kruisweg van de grote kerk. Hier staat een nazoon die de waarheid uit de wereld liegt voor 70 centimen. Verkopen zit hem in het bloed. Het is allemaal voor de Jood verkoop, geschacher, zoals hij het zelf noemt. Later, als gij, de lezer, als gij oud van eerlijke arbeid en met de handen vereeld van het werk om het dagelijkse brood zult voortgaan met zwoegen en slabeuren, ploeteren, dan zit deze man ergens op een bank in Londen of in een oud adellijk kasteel in Polen en Hongarije en telt er zijn goudstukken. Ja, antisemitisch, het hele arsenaal aan antisemitische clichés zit erin. Ja, en dit kwam dus ook uit de pen van deze koddig, albollig, vrome Emiel Vleerakkers SJ. En dit ging ook duizenden malen over de toonbank. Dit verhaal, dit antisemitische verhaal, is ook nog opgenomen in deze bundel. Dat verscheen in 1977, de laatste publicatie van Vleerakkers. Samengesteld door een ordebroeder.
Ja, ik besluit voor het wetenschappelijk onderzoek is het goed dat het werk van Emiel Vlerakkers nu vrij toegankelijk is, vooral digitaal. We kunnen daardoor een beter beeld krijgen van alledaags antisemitisme in dit soort teksten. En we kunnen een beter beeld krijgen, we kunnen beter onderzoeken wat er nu eigenlijk echt populair was in de jaren 20 en 30. Dat beeld kreeg je niet uit de algemene literatuurgeschiedenissen. Veel lezers in Vlaanderen en in Nederland lazen dus niet Karel van de Woestijn of Paul van Ostaaien of Valschap of laat staan Vestijk of Bordewijk. Ze lazen Emiel Vlerakkers. Maar als u vanmiddag van mij een leestip had verwacht over het werk van een onbekend literair genie, dan moet ik u echt van harte teleurstellen. Vlerakkers is een auteur die ondanks een enkele opflakkering van creativiteit uitblinkt in albolligheid met naargeestige trekjes. Ik heb mij de laatste dagen voor u opgeofferd om dit werk voor u te lezen. En ik wil u dus graag op het hart drukken. Lees hem niet. Dank u voor de aandacht.